De Surinaamse waterleidingmaatschappij heeft behoorlijke schade geleden door ondergelopen drinkwaterstations in het binnenland. Behalve de drinkwaterproductiestations zijn er ook attributen en apparaten beschadigd door het overtollig water. Dit zei SWM-directeur Clifton Linga gisteren op een watersymposium. Hij geeft aan wat de gevolgen zijn van het uitvallen van de stations in het binnenland. Waardoor de drinkwatervoorziening in dit gebied niet gegarandeerd is of zelfs dreigt weg te vallen. Niet alleen de zojuist genoemde gebieden, ook in het kustvlakte doet zich al enkele jaren het bekende fenomeen van blankstaan van straten, erven, gebieden voor, die steeds ergere vormen aanneemt. Wat doen we als gemeenschap, als regering, bedrijven, instituten? Het is een vraag die we moeten beantwoorden. Het belang van water wordt in het ontwikkelingsplan 2022 tot 2026 duidelijk benadrukt. En ook in het masterplan van 2011-2024. In de statuten van de SWM is als één der doelen aangetekend het bevorderen en het doen van onderzoekingen ter verzekering van de drinkwatervoorziening in Suriname. Clifton Linga. Volgens minister Riyad Nur Mohammed is het ministerie van OW begonnen met aanpakken van het meetnetwerk. Deze vallen onder de meteorologische dienst en de waterloopkundige dienst. Er zullen nieuwe en moderne stations worden opgezet. De bewindsman legt uit hoe er wordt samengewerkt met de buurlanden met betrekking tot het meetnetwerk. Een van de bekende projecten die we hebben met Frans-Guyana, Frankrijk, Brazilië is het Bioplateau-project, waar nu al een reeks van instrumenten staan in de Marowijnrivier en je kan dat allemaal online volgen. Wat gebeurt er elke seconde met de waterstand, de waterkwaliteit? Ik zag dat ook in de inleiding staan. Dus dit is state of the art te volgen en we gaan die richting op. Volgende. Er was ook ooit initiatief genomen met de waterpartners, die zitten allemaal hier in de zaal. Om een waterportaal op te zetten. Die kunnen jullie altijd bezoeken. Het is een beetje statisch gebleven, maar we hebben hier heel wat waterinformatie op. Dus ook een goede bron voor wij die allemaal hier zijn, maar ook andere mensen die geïnteresseerd zijn in water of voor Suriname. Volgende. Ja, en dan sluit ik af. Vanuit het ministerie van Openbare Werken zijn er een aantal voorstellen die ik doe. Eén is, we willen zeker verder investeren in het opzetten van kennis en technologie om het systeem zit in het veld, maar de berekeningen om mensen op tijd te waarschuwen. Dat geldt voor neerslag, overstromingen, waterniveaus en dergelijke. Daar willen we investeren. En ik denk dat hier partners zijn met wie we dat kunnen doen. Het symposium is gehouden ter bevordering van de samenwerking op het gebied van water in partnerschap met de Wereld Waternet en de gemeente Amsterdam. Het onderwerp was samenwerken aan water, waarbij water en klimaatverandering binnen de watercyclus zijn belicht.